Ik heb wel een aantal spulletjes gekocht. En Sarah en Ginny ook. En die zal ik eventjes uitpakken. Goedemiddag lieve kijkers en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit is alweer de derde, vierde dag in Zakynthos. En het is nu bijna 2 uur en we hebben echt nog geen ene reet gedaan vandaag. Want het weer ziet er namelijk zo uit. Behoorlijk deprimerend. En daar staat een hele grote berg, maar er is echt niks meer van te zien door alle bewolking. Het was net al behoorlijk aan het stormen, dus het is nu iets rustiger geworden. En ja, wij weten gewoon niet wat we moeten gaan doen. En dit is de stand van zaken met onze kamer. Ziet er echt niet uit. Alles ligt echt overal en het is echt een rotzooi. Maar ja. We gaan waarschijnlijk maar even naar de supermarkt en dan... Laat zou het zien, heel de hebben en houden vallen. Gaat het? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan naar de supermarkt en dan gaan we even wat eten kopen voor vanmiddag. En vanavond gaan we pizza kauwen. En het leek ons wel leuk om misschien een video te maken met 10 soorten rare producten uit de supermarkt in Griekenland. Het leek ons wel leuk om te doen. Toch een beetje de dag door te komen en dan even wat dingetjes uit te zoeken die we echt nog nooit gezien hebben. En die je dus ook niet in Nederland hebt. En om dat even te gaan proberen. Dus ik denk dat we dat gaan doen vandaag. Ik dacht dat je ging praten. Ja, dat ging ik ook. Oké. Okay. Nou, we zitten nu bij een cafeetje. Zijn we even wat aan het drinken. We gaan even eten, want we sterven van de honger. En zo, die heeft een hele lekkere versie er was. En dan gaan we zo naar de supermarkt. En dan gaan we even 10 gekke dingen kopen. Dan gaan we vanavond lekker pizza kauwen. En straks een kaartspelletje spelen met een glaasje wijn erbij. Ja, want het regent. Dus we moeten er wat leuks van maken. Mensen vragen je 5 euro voor een paraplu. Nou, dan ga je uitgeven hoor. Ja, als die goedkoop is, en een paraplu voor 5 euro. Ja, een tientje voor 2 van die goedkope paraplu'tjes. Nou, dat gaan we niet doen. Ik heb wel schoenen gekocht, ga ik het zo laten zien. Oh ja, ja. Van thuis. Nou, dit is ons eten, het ziet er echt hartstikke lekker uit. We hebben een kipclub sandwich met patatjes. Eigenlijk is smullen. Nou, het smaakt echt super lekker. En die buitenlandse mayonaise is dan altijd heel apart. Dat is een beetje zuur en dat is echt super lekker. Vind je ervan? Yeah. Ja, ik vind het echt super lekker. Ja, dat hebben ze eigenlijk bijna niet in Nederland. Ze hebben het wel, maar dan moet je... Nou, we zijn weer terug. We zitten eventjes lekker op bed. We hebben geen eten gekocht, want het is er niet echt van gekomen. Het regende heel erg, dus we zijn een paar winkeltjes binnen geweest. En de supermarkten daar waren echt ontzettend klein, ze hadden daar geen ene reet. Dus we hebben geen vreemd eten gekocht, maar daar hebben we van de week nog genoeg tijd voor. Dus dat gaan we dan doen. En ik heb wel een aantal spulletjes gekocht. En Sarah en Ginny ook. En die zal ik eventjes uitpakken. Nou, nummer 1, dat zijn deze schoenen van Adidas. Maar dan neppe Adidas. Superstar staat erop. Het zijn geen neppe Adidas, schat. Zijn het echte? Ja, het zijn echte. Ja? Ja. Ook omdat je voelt wel dat het echt een goede schoen is. Oh, nou, ik heb er echt geen verstand van. Maar ja, beter dat ze echt zijn. Oké, nou, dat is nummer 1. Nummer 2. Die is wel nep. Die zit niet in de originele doos. En deze bikini. Ik vond hem zo leuk. Sarah Gino heeft hem eigenlijk een beetje uitgezocht. Het is een beetje roze-oranje of zo. Ik kwam eerst in een badpak voor, maar die komt in een... Ja, ik kwam eerst in een badpak aan, maar die liep heel raar. En dat liep dan smal naar binnen en dan breed naar buiten. Maar het, ik weet niet, het zat gewoon niet mooi. En nee, dat was niks. Maar deze vond ik echt heel tof. Een topje zat echt precies goed, alleen een broekje is een beetje te klein. Het zit best wel strak, dus of ik moet mijn kont er echt in hijsen, of ik ga gewoon een zwart broekje kopen. Maar ja, ik dacht, hij is toch zo goedkoop, ik kon hem echt niet laten liggen. En jij, wat heb jij gekocht? Ik heb mij niet te filmen, maar ik doe maar alleen mijn hand. Oké, de hand. Ik heb deze tas. Deze mooie witte tas. Ja, het is een rugtas trouwens. Ik hou daarvan. Love it! Lekker zacht, met studs. Pas bij mijn horloge. Ja. Yeah. Allemaal nieuwe dingen. Dat is altijd leuk. Wij zijn lekker aan het eten. We gaan pizza kauwen. En we hebben de hele tijd stand van die meneer die bij de bar zit. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Hij zit wel heel dat hier eten gaven. Hij was ook op de vlog. Nou, wij gaan lekker genieten van de pizza. We hebben pizza margherita besteld. En dus ik hoorde het druk, zit hier vol met Engels.
heb je mij een beetje kunnen staan? Ja. Ja. Nou, eet smakelijk. Nou, we zijn weer terug op de hotelkamer. We hebben even lekker pizza gegeten, pizza margarita. En daarvoor hadden we even wat boodschapjes gedaan. En toen hadden we ook even wat drank gekocht. Alleen we waren zo stom om er niet aan te denken dat die drank ook nog open moest. En dat zijn van die soort bierflesjes. En we hebben geen opener. Dus we mochten wel een aansteker lenen van iemand. Maar we kregen het echt niet open. Ze hadden van die mutsen. Dus toen gingen we aan de bar vragen of ze nog zijn opener hadden die we even konden lenen. En dat hadden ze helaas niet. Dus ze zeiden, ja, we kunnen het wel nu voor je openmaken. Dus dachten we, ja, anders gaan we daar weer een uur zitten klooien om die flesje open te krijgen. Dus laten we dat maar doen. Dus nu hebben we het opengemaakt. En nu lopen we dus. Liepen lekker over straat met vier flesjes drank. Zag er lekker aas uit. Maar dan hebben we wel lekker wat te drinken. En wat hebben we gehaald? Dit. We hebben een soort Smirnoff. Ja, Smirnoff drank. Goeie oude tijd. En dat smaakt heel erg naar energiedrank. Dus dat hebben we aangezien wij er allebei van houden. Super lekker. Dit hebben we ook gehaald. En ik heb echt geen idee wat het is. Oeh, dat ruikt echt lekker. Ja, direct echt super. Oh, dat ruikt lekker. Het smaakt naar framboos of zo. Echt lekker. Ik heb nog even wat boodschappen gedaan voor de 10 rare dingen in Griekenland. En die gaan we dan morgen of overmorgen opnemen. Morgen hebben we weer een rustig dagje. Dan gaan we winkeltjes bekijken. En vrijdag gaan we nog een hele mooie reis maken door de grotten heen. Van, ik ga het nu in beeld zetten, want ik weet de naam niet meer. Dus ik moet hier in beeld. Kavalonia, dat is het. Dan gaan we vrijdag heen. Dus dan gaan we ook hele mooie foto's maken. En dan ga ik een nieuwe bikini aandoen. Dus dat wordt super leuk. Dus ik zou zeggen allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat even een blauw duimpje omhoog achter. En vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Om op de hoogte te blijven van gratis video's. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe vlog. Doeg! Doeg! Doeg!